Op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie. Je bent ziek en je wordt niet meer beter. Ook niet door medicijnen of een medische behandeling. Een transplantatie kan een oplossing bieden. Maar hoe kom je op de wachtlijst voor een orgaantransplantatie? Allereerst bespreekt je arts met jou of een transplantatie mogelijk is en of je dat wilt. Vervolgens krijg je verschillende onderzoeken en maak dan kennis met het transplantatieteam. Daarin zitten artsen, diëtisten, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en medisch-maatschappelijk werkers. Dit team beslist of een transplantatie mogelijk is en of je lichamelijk en geestelijk fit genoeg bent voor een operatie. Als het team heeft besloten dat je geschikt bent, dan beslis je uiteindelijk zelf of je op de wachtlijst geplaatst wil worden. Zeg je ja, dan worden jouw gegevens doorgestuurd naar eurotransplant. Nu sta je op de wachtlijst voor een orgaan. Op de wachtlijst staan is niet niks. In deze moeilijke tijd kun je alle steun gebruiken. Vraag om hulp als je merkt dat je het er moeilijk mee hebt. Als een orgaan beschikbaar komt, vergelijkt een speciaal computersysteem van Eurotransplant de gegevens van de donor met de gegevens van de mensen op de wachtlijst. Het toewijzen van organen gebeurt eerlijk, volgens strikte regels. Soms worden organen uitgewisseld tussen verschillende landen om patiënten op tijd aan een passend orgaan te helpen. De regels voor het toewijzen van een orgaan verschillen per orgaan. In het algemeen geldt dat de bloedgroep van donor en ontvanger bij elkaar moet passen, de weefselkenmerken van donor en ontvanger zo goed mogelijk bij elkaar moeten passen, dat is vooral belangrijk bij een niertransplantatie, dat donor en ontvanger ongeveer dezelfde lengte en hetzelfde gewicht moeten hebben, dit is vooral belangrijk bij hart-, long- en levertransplantatie, en je kunt voorrang krijgen als je medische situatie heel ernstig is of als je nog in de groei bent. Is er een passend orgaan voor je beschikbaar, dan belt Eurotransplant naar jouw arts. Hij kent jouw conditie en beoordeelt of dit orgaan voor jou geschikt is. Je moet 24 uur per dag beschikbaar zijn. Als er een orgaan voor je is, dan moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Je familie mag bij je zijn tot de operatie. Het kan gebeuren dat als je gezondheid minder wordt, je van de wachtlijst afgaat, omdat je dan niet gezond genoeg bent voor een transplantatie. Je komt weer op de wachtlijst als de arts denkt dat je een transplantatie aan kan. Een transplantatie is een grote ingreep. Je hebt tijd nodig om te herstellen en dit kan wel enkele maanden duren. Toch voel je daarna vaak al een groot verschil. Je conditie is beter en je kunt misschien weer dingen doen die lange tijd voor jou onmogelijk waren. In de eerste weken na de transplantatie moet je vaak voor controle naar het ziekenhuis. Gaat het goed, dan worden de controles minder. Je krijgt medicijnen om te voorkomen dat je lichaam het nieuwe orgaan afstoot. Mocht je het gevoel hebben dat het niet goed gaat, neem dan contact op met je arts of iemand van het transplantatieteam. Voor meer informatie, kijk op transplantatiestichting.nl.